Ja, vandaag zijn we dan voor het eerste gast in de Andreaskerk hier in Oosterbeers. En we gaan daar eens even over praten met iemand van de stichting en met de uitbater. Uw aandacht voor Peter Robbe en Erik Hanen. Ja, wij zien hier dat er in een paar jaar tijd ontzettend veel werk is verzet. Van een kerk in functie, een gemeenschapshuis met een gymzaal. Dat is ondertussen al verdwenen en ondertussen is hier de hele kerk verbouwd tot een grote zaal en een café met terras erbij. En ja, misschien dat het toch goed is om eerst even te vragen wat Anneke ervan weet. Ja, dat lijkt me wel. Ja, deze timmer, de mensen kunnen toch ook helemaal niet meer door het een keer binnenlopen of een kaart aansteken of zo. Maar als ze door een deur aan die kant of weet ik wel. En ze kosten dan door zijn kaart en zo voor de een of andere. Dat deed die mensen toch goed? Ja. Ja, Peter, daar zit je nou over namens de stichting. Ja, de kerkfunctie is weg. Er is toch wel behoefte om eens een keertje een kaars aan te steken. Ja. Nou, hoe gaan jullie ermee om als stichting? Nou, het is altijd lastig natuurlijk als een kerkgebouw met zo'n functie in feite de eredienst onttrokken wordt en als gebouw blijft staan. Een kaarsje aansteken, daar is eigenlijk in het voorheen al over nagedacht, want hier tegenover staat de Mariakapel, die is heel mooi ingericht. En daar kan iedereen zijn kaarsje naar aansteken. Niet meer binnen deze deur, maar wel aan de overkant. En zo hebben we een paar jaar geleden al dat geregeld. Maar hoe kijken jullie nu als stichting tegen de nieuwe vorm aan? Wat hebben jullie voor ogen gehad en is het ook een beetje geworden zoals het nu is? Nou, we hebben wat we voor ogen hadden is een inrichting of een nieuw dorpshuis met een deels commerciële en een deels maatschappelijke functie. De laatste is heel belangrijk, maar het eerste is ook heel erg belangrijk om de zaak overeind te houden. Als je me vraagt, is dat gelukt? Als ik hier vandaag kijk, dan denk ik, dit is een mix inderdaad van een beetje commercieel, want er zal straks nog wel een biertje gedronken worden, maar ook zeker een dorpshuis, want volgens mij is het heel dorper nu. Dus daar ben ik wel blij om. Als ik de stichting en alle vrijwilligers die erbij betrokken zijn geweest, en ook de uitbaters, want die hebben meegedaan. Als ik een rapportcijfer moet geven, dan denk ik daar een 9 op 10. En waarom geen 10? Omdat we eigenlijk ook voor ogen hadden dat er gebiljart zou kunnen worden hier. Ja. Dat genoeg aandacht gehad, denk ik. En ja, dat is gewoon niet goed gegaan. Daar kunnen wij heel eerlijk over zijn en willen ook niks verbergen. Maar is dat het enige, het biljart, zijn er misschien nog meer verenigingen die nu zeggen van, ja, daar hadden we wel een dorpshuis, dat hebben we nu niet? Nou, de enige vereniging die ik kan noemen is dan de Bridge Club. Ja. Maar dat is in goed overleg volgens mij met Erik gebeurd. Die wilde hier in het café met 40 man of 45 en dat was kantje boord. En die hebben we uiteindelijk besloten om naar ons mevrouw arrangement te gaan. Dus, ja. Dan kom ik weer terug. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Erik, als nieuwe uitbater, eerste uitbater? Ja, het is natuurlijk wel even wennen. Ik heb 4,5 jaar een evenementenlocatie gehad in Oosterwijk. Dat deden we nagenoeg alleen commerciële activiteiten. Dus ik vind dat ik en mijn compagnon wel heel erg veel geleerd hebben in het maatschappelijke aspect. Dat je, als je een deel geeft, krijg je het in een later stadium ook weer terug. En ik denk dat we daar wel mee in de goede weg zijn. Oké, want ik begrijp wel van de bevolking van, ja, we missen het toch wel. Het is morgens niet om 10 uur open voor een kopje koffie en een krant. Op zaterdag en zondag wel. Op zaterdag en zondag is het hier al op tijd open. Is er ook plaats voor kleine verenigingen, kleinere activiteiten? Of zeggen jullie, ja, daar kunnen we te weinig aan verdienen. Dan hebben we liever dat je ergens anders naartoe gaat. Door de week is ons café vanaf 4 uur open. En in principe is dan overdag en vanaf 4 uur is de zaal leeg. Dus wij zeggen altijd van ja, als ik er toch ben, hey, dan geen probleem. Dan kom maar langs en dan komen we wel uit. Als voorbeeld zit er ook de dansgroep, volksdansgroep. Met 12 die hier komen in. Ja. Dinsdag of woensdagavond afhangend. Oké, okay, maar hier komen ook hele grote feesten. Hè? 800 mensen of zo kunnen hier makkelijk in. Zit daar de beers op te wachten? Zit Oosterbeers erop te wachten op dit soort evenementen? Hebben jullie al daar problemen mee gekregen? Of verwacht je problemen ermee? Of wat denk je? Nou, kan hij beter dan? Ja.
Of ze erop zitten te wachten, of ze echt hebben zitten wachten, weet ik niet, maar het wordt wel heel goed ontvangen. Of net als ik heb een feestje voor de maand van ABBA, nou, dat is al 2 maanden uitverkocht. We proberen wel voor de verschillende doelgroepen steeds wel iets te kunnen organiseren. Voor de ouderen, voor de jeugd. Meer denkend aan carnaval of komende zaterdag ook weer aan een feestje. Dus zo proberen we wel voor ieder wat wils te krijgen. Of er overlast is, ja, ik denk altijd wel dat een dergelijk feest gepaard kan gaan met of iets van parkeeroverlast of geluid. Ja. Dan moet ik zeggen dat we hier in de kerk de spouwmuur zijn geïsoleerd. We hebben overal voorzetramen neergezet. We hebben hier een glazen wand als geluidsscherm en we houden ons daarmee wel aan de decibel die gemaakt mogen worden aan geluid. Dus ik denk dat we daarin ook wel redelijk goed geslaagd zijn. Alleen nou is het wel even inderdaad kijken van, we lopen wel tegen problemen aan, bijvoorbeeld rokers die buiten staan, die staan te schreeuwen. Daar zijn we wel naar aan te kijken hoe we daar op korte termijn op kunnen lossen. Het heeft wel de aandacht allemaal. Het heeft wel de aandacht, ja. Want als ik jou nou mag vragen, wat is een van de speerpunten waar je nu heel snel aan wil gaan werken? Wat zou je nog graag hier geregeld willen hebben binnen deze... Roken binnen deze muren. Roken binnen de muren? Ja, in ieder geval in een aparte ruimte. Oké. Dus dat we gewoon een rookruimte creëren, want als ik... We proberen het roken altijd te ontmoedigen, want het geeft overlast, het geeft rommel en een roker, eerlijk gezegd, ze drinken niet. Ze staan niet binnen aan de bar. Ja. Dus ik hou ze liever binnen. En, ik rook niet. Nee, maar wat is jouw speerpunt dan? Wat zou jij als stichting dan nog graag hier zien, verbeterd willen worden? Nou, ik denk dat we een heel eind zijn hier met het gebouw hier binnen. Nou, ik denk dat we vooral moeten zorgen dat we een goede balans houden, hè? Dus maatschappelijk versus... commercieel. Ik denk dat het gewoon nu al goed gaat. Ons speerpunt voor de komende jaar nog is om hiernaast dat netjes te krijgen. Dat we ook niet alleen een terras hebben, maar ook een ruim terras en meer parkeergelegenheid. En op de langere termijn om met z'n allen te zorgen dat dit wel een gebouw blijft wat ook rendabel blijft, ook voor de uitbater. Ja, want om daar even op in te haken, je had het net al gezegd, je hebt een maatschappelijke functie, je hebt ook een commercieel iets. En een van de commerciële activiteiten die jullie nu hebben, en dat is toch ook weer een primeur, is het eerste Oosterbeerse bier, het Andreas bier. Dat klopt helemaal. En ik heb begrepen dat nu ook voor het eerst hier geschonken gaat worden. Oh, let op. Juist. Kijk, die hebben het begrepen. Ja. En het orkest die er ook niet tegenin, hè? Nee. Oh. Dit is het Andreas bier. Ja. Andreas bier. Dit is een proefglaasje, begrijp ik. Ja, normaal zijn ze iets groter. Tenminste, ik heb er alles wel vaker op. Ik rook niet, dus ik moet drinken, hè? Dus, Nee, maar je moet eerst ruiken, maar dan staat op, hè? Oh ja. Proost. Nou, gezondheid. Ja, proost. Proost. Ja, hoe zit het eigenlijk? Want nou zitten wij hier wel te proosten, maar kun jij er iets meer over vertellen over dit bier? Ja, ik en mijn compagnon hebben altijd wel de wens gehad van als wij een café opzetten, dan moet er wel een eigen bier komen. Ja. Wij waren eigenlijk gelijk vanaf het begin al fan van de oorsprong hier in Oorschot. Het bier smaakte verschrikkelijk goed en toen zijn we een keer met de stichting om tafel gegaan. Hey, kunnen we niet kijken of we een bier kunnen gaan of laten maken? Waarbij we een deel van de bijdrage of het geld wat opgehaald wordt met het bier, dat we dat terug kunnen geven aan de stichting. Als soort van maatschappelijk aspect, goed doel. Toen zijn we een paar keer gaan proeven. En nog een paar keer gaan proeven. En, heel belangrijk. Nou, ik konden maar geen keus maken. Ja, maar je hebt een goede testteam gehad, want zoals ik het zie, laag alcoholisch. Ik heb er niet veel verstand van, maar... het is een dubbel blond. Dubbel, ja, dat kun je wel zien. Dit is enkel blond. Ja. Maar, en dit is ondeugend blond. Maar een lekkere lekker toegankelijk, een beetje sinaasappelsmaakje zit eraan. Niet te veel alcohol, hè? Dus nee, het is alleen een gietbier, maar ook een genietbier, hè? Ja, en als je er 8 drinkt, moet er nog wel normaal de fiets naar huis kunnen gaan. Dat vonden wij belangrijk. Dus niet dat je net 3 of 4 biertjes achterover valt. Nee. Maar hij valt wel goed binnen soms, hoor. Goed, taak, nog 7. Precies. Zeg maar, hoe zit het met de rest? Hoe kunnen deze mensen nou ook, Erik, vertel eens even, want die willen daar misschien ook wel een keertje proeven, of niet dan? Hey. Nou, we kunnen na afloop tijdens de borrel, of dan gaan beide bars open, dan kunnen mensen een proefglaasje komen halen. Hey. Dus mensen, bij deze al de oproep, blijf na Beersgebuurt nog even hier met z'n allen buurten.
Het café is dan dicht, geloof ik. Hè? Dus wij sluiten hier af. De Zoom die speelt straks, maar dat vertellen we nog. Die spelen nog minstens een uurtje door. Dus geniet straks met ons allen van dit voortreffelijke bier. En nou, het commerciële stuk nog. Want het is maatschappelijk, dus die bijdrage die is ook deels voor de stichting. En deze die schenkt Erik voor ons dus. Maar we gaan ze ook verkopen natuurlijk. We hebben 4000 liter bier ingekocht. En die zijn in sixpacks en flesjes, maar ze komen, staan hier ook op dus de tap. Dus mensen die een feestje thuis geven, kunnen hier het bier komen halen. Leuke cadeautjes voor Sinterklaas. Het is een lekker biertje voor de kerst. Ja. Ik heb al een paar duizend liter zelf gekocht, dus voor de rest is nog wat over. Maar we beginnen met de verkoop daarvan ook vandaag. Hier staan de prijzen ook op het bord. Kun je straks na het nuttigen van het proeven van het biertje even kijken wat ze kosten. En als Erik al zei, toch een aardige opbrengst is voor de stichting. En die willen we dus in de toekomst weer gebruiken voor onderhoud, nieuwe dingen. Dus dat is, ja, je praat heel wat voor zo'n klein beetje bier, maar... maar ik had er alleen een op. Okay. En nou, ik wou zeggen, ze verdampen wel, dus je moet wel deur drinken. Ja, dat is wel. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank voor het aanbod om straks allemaal even een glaasje te nuttigen. En jullie bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Super. Dankjewel.